vorige keer in My Little Pony. Elementen der harmonie. Zie Mary op de maan? Maar dat is gewoon een oud ponyverhaal. En dat brengt ze eeuwige duisternis. Het is cruciaal dat de prinses meteen wordt ingelicht. Ik wist dat ze meteen actie zou ondernemen. Mijn beste Twilight, het leven heeft een jonge pony meer te bieden dan alleen studeren. Maak nieuwe vrienden. Ah! Alle ponies in het dorp zijn gek geworden. Hopelijk heeft de prinses gelijk. Ze is weg. Oh nee. Nightmare Moon. Grijp haar. Alleen zij weet waar de prinses is. Achteruit, sukkels. Kom terug, jij. Duisternis voor eeuwig. Waar gaat zij heen? We moeten Nightmare stoppen. Je bent de hele nacht op geweest, Spike. Je bent tenslotte een babydraakje. Elementen, elementen, elementen. Hoe houdt het Nightmare Moon tegen zonder de elementen der harmonie? En wat bedoel je met de elementen der harmonie? En hoe wist jij af van Nightmare Moon, hè? Ben je een spion? Hey, kalm aan, Sally. Ze is geen spion, maar ze weet wel wat er aan de hand is. Of niet, Twilight? Ik heb gelezen van de voorspelling over Nightmare Moon. En alleen een mysterieus iets met de naam Elementen der Harmonie kan haar tegenhouden. Maar ik weet niet wat het is of waar je het vindt. Ik weet niet eens wat het doet. Elementen der Harmonie, een naslagwerk. Ah, hoe heb je die gevonden? Hij stond bij de E. Oh. Er zijn 6 elementen der harmonie, maar er zijn er maar 5 bekend. Vriendelijkheid, lachen, vrijgevigheid, eerlijkheid en loyaliteit. De 6e is een compleet mysterie. Er wordt gezegd dat de 5 elementen voor het laatst gezien zijn in het oude kasteel van de koninklijke ponyzussen. En dat ligt in wat nu bekend is als... Het eeuwige vrije bos! Snel. Kijk, ik waardeer jullie aanbod, maar ik doe dit toch echt liever in mijn eentje. Dat gaat niet, suikerklontje. Wij laten nooit een van onze vrienden alleen het bos ingaan. Wij blijven bij je als karamel op een appeltaart. Appeltaarten? Waar wachten we dan nog op? Wat? Die dingen zijn lekker. Oh. Dus jullie zijn hier ook nog nooit geweest? Alsjeblieft niet. Kijk om je heen. Het is vreselijk. En het is niet eens natuurlijk. Er wordt gezegd dat het anders werkt dan in Equestria. En wat wil dat zeggen? Dat weet niemand. Weet je waarom? Rainbow, hou op. Elke pony die erin gaat, komt er nooit meer uit. Fluttershy, snel. Loslaten. Ben je gek geworden? Nee, zeker niet. Ik beloof dat het goed komt. Maar dat kan niet. Luister eens goed. Wat ik tegen je zeg is echt de waarheid. Laat los en het komt goed. Sorry, meiden. Ik ben niet gewend iets zwaarders te dragen dan een konijn of 2. En toen Pinkie en Rarity veilig waren, woesh, vlogen Fluttershy en ik in de ronde en wham! We hadden je zo gered. Ja, Rainbow, ik was erbij. En ik ben je heel dankbaar. Maar we moeten nu... Een Manticore! We moeten er langs. Pak aan, lomperik!
partner. Ik ga al. Och, jij arme zielig kleintje. Kleintje? Goed, dit kan heel eventjes pijn doen. Fluttershy! Je bent gewoon een lieve kleine kitten, of niet? Jazeker, jazeker. Hoe wist je van die doorn? Wist ik niet. Iedereen heeft soms gewoon een klein beetje liefde nodig. Mijn ogen kunnen niet langer tegen al die gore troep. Dat bedoel ik niet zo letterlijk. Die oude ruïne kan nu vlak voor ons liggen zonder dat we het zouden weten. Ik zag je niet, mijn excuses. Ja, hier. Zijn jullie daar? Oh, wacht. Volgens mij ben ik ergens in gaan staan. Het is maar modder. Mijn eigen zaken, toen die nare kleine wolk paarse rook langs kwam glippen en zo de helft van mijn geliefde snor afrukte. En nu zie ik er afschuwelijk uit. Oh, stel je niet aan. Maak je je daar nu echt druk over? Ja, natuurlijk wel. Hoe kunnen jullie zo ongevoelig zijn? Oh, kijk hem nu toch. Zo'n mooie lichtgevende schubben. Ik weet het. Je perfect gekapte manen. Ja, ik weet het. Je geweldige manicure. Inderdaad. Allemaal verpest zonder je prachtige snor. Ja, het is waar. Ik ben afzichtelijk. Zo'n wandaad tegen geweldigheid kan ik niet ongestraft voorbij laten gaan. Waar is dat voor nodig? Rarity, wat doe je? Mijn snorretje! Wat?
dat fantastisch? Jij ziet er geweldig uit. Oh, Rarity, je prachtige staart. Oh, dat geeft niet, liefje. Korte staarten zijn in dit seizoen. Bovendien, hij groeit wel weer aan. Net als een snor dus. Ah, nu kunnen we oversteken. Kom mee. Oh. Laat mij maar. Daar is het. De ruïne met daarin de elementen der harmonie. Het is ons gelukt. Twilight, wacht op ons. We zijn er bijna. Wat heb jij met ravijnen vandaag? Oh, wat nu? Duh. Oh ja! Rainbow. Wie is dat? Rainbow. Ik ben niet bang voor jou. Laat je zien. We wachten al zo lang met smart op de beste vlieger van Equestria. Wie? Nou, jij natuurlijk. Echt waar? Ik bedoel, oh ja, ik. Hey, kun je dat ook wel even doorgeven aan de Wonderbolts? Want ik probeer echt al zo lang bij die groep binnen te komen. Nee, Rainbow Dash. We willen dat je bij ons komt. De Schaduwbolts. Wij zijn het beste luchtteam van het Eeuwig Vrije Bos. En binnenkort ook de beste van heel Equestria. Maar eerst zoeken we een aanvoerder. De meest geweldige. Yep. Snelste. Ja. Moedigste vlieger van het hele land. Ja, allemaal waar. Wij willen jou. Wow! Ik doe mee. Ik maak snel deze brug vast en dan hebben we een deal. Nee, het is zij of wij. Rainbow, waarom duurt het zo lang? Oh nee. Rainbow! Luister niet naar ze! En? Jullie... Bedankt voor het aanbod natuurlijk. Maar ik moet het helaas afslaan. In de steek. Wauw. Kom op, Twilight. Dit is toch waar je op gewacht hebt? De elementen der harmonie. We hebben ze gevonden. Voorzichtig. Voorzichtig. 1, 2, 3, 4. Het zijn er maar 5. Waar is de 6e? In het boek staat, als de 5 er zijn, zal een vonk het 6e element onthullen. Wel, alle hooi, wat heeft dat te betekenen? Ik weet het niet, maar ik heb een idee. Achteruit. Ik weet niet wat er gebeurt. Kom mee, jongens. Ze moet zich concentreren. Dit is een grap. Dit is een grap, toch? Jij domwicht.
Denk je dat je mij kunt verslaan? Nu zit je voor altijd zonder jullie prinses en de zon. De nacht duurt nu voor eeuwig! Dacht je echt dat je de elementen der harmonie zomaar kon vernietigen? Nou, dan heb je het mis. Want de geesten van de elementen der harmonie zijn nog hier. Wat? Applejack, die me de zekerheid gaf toen ik twijfelde, vertegenwoordigt de geest van eerlijkheid. Fluttershy, die de Manticore temde met haar medeleven, vertegenwoordigt de geest van vriendelijkheid. Pinkie Pie, die de angst verjoeg door het gevaar in zijn gezicht uit te lachen, vertegenwoordigt de geest van het lachen. Rarity, die een verdrietige slang troostte met een betekenisvol cadeau, vertegenwoordigt de geest van vrijgevigheid. En Rainbow Dash, die haar vrienden niet in de steek liet voor haar grote hartenwens, vertegenwoordigt de geest van loyaliteit. Deze vijf ponies sleepten ons door elke uitdaging die jij voor ons bedacht. Je hebt nog steeds het zesde element niet. De vonk heeft niet gewerkt. Dat heeft hij wel. Maar het is een ander soort vonk. Ik voelde het op een moment dat ik besefte hoe blij ik was jullie te horen, om jullie te zien, hoeveel ik om jullie geef. De vonk ontbrandde binnen in mij toen ik besefte dat jullie mijn vrienden zijn. Kijk, Nightmare Moon, als de elementen ontbranden door de vonk die in al onze harten schuilt, creëert het zesde element, het element der toverkracht. Maar blijkbaar vertegenwoordigen we echte elementen der vriendschap. Dat doen jullie zeker. Oh, prinses Celestia. Twilight Sparkle, mijn trouwe leerlingen. Ik wist dat je het kon. Maar u zei dat het een oud ponyverhaal was. Ik zei alleen dat je vrienden moest maken. Niks anders. Ik zag de tekenen van de terugkeer van Nightmare Moon. En ik wist dat jij de toverkracht had om haar te verslaan. Maar je kon hem niet ontketenen tot je ware vriendschap toeliet in je hart. Was er nog maar iemand die dat zou doen? Prinses Luna? Het is 1000 jaar geleden dat ik je zo heb gezien. Het wordt tijd om onze oneenigheid achter ons te laten. We horen samen te regeren, mijn lief zusje. Zusje? Accepteer je mijn vriendschap? Oh! Het spijt me zo. Ik heb je zo gemist, grote zus. Ik heb jou ook gemist. Kijk je, Sip, mijn trouwe leerling. Ben je niet blij dat je taak erop zit en dat je weer terug kan naar je studie in Canterlot? Dat is het nou juist.
Net nu ik leer hoe geweldig het is om vrienden te hebben, moet ik ze verlaten. Spike, schrijf dit op alsjeblieft. Ik, prinses Celestia, verklaar hierbij dat de eenhoorn Twilight Sparkle een nieuwe missie krijgt voor Equestria. Ze moet doorgaan met haar studie naar het betoverende van vriendschap. Ze moet haar bevindingen bij mij melden vanuit haar nieuwe huis in Ponyville. Dank je, prinses Celestia. Ik zal harder studeren dan ooit tevoren. Is dit niet spannend? Vind jij het spannend? Ik heb nog nooit zoiets spannend